Dit is de drakenwortel, de trots van de tuin van Annie en Dirk. De bloem die qua vormsoort en plant haar gelijke bijna niet kent. Dit is een Draconculum vulgaris. Dat is een familie van de aaronskelk. Aaronskelk, zoals je die in Meissen ook ziet, is eigenlijk rechtstreeks familie daarvan. Maar deze is een beetje minder groot dan die van Meissen. De bloem komt één keer per jaar tot volledige bloei. Dan moet je er wel rap bij zijn. Want na goed 3 dagen is ze al verwelkt en weer weg voor een jaar. Dat is niet het enige nadeel aan die toch wat apart bloemetje. De eerste dag, nu begin ik ze ook wel goed te rieken, maar ze dat stinkt absoluut echt niet rotte vies. Echt stinkend vies, vuil. Krap vol vliegen, dus het zit hier helemaal vol vliegen. Het is niet voor de geur dat ze in uw tuin moet zitten, zeker in dat niet. En wij noemden ze vroeger de piemelbloem. Hè. Voordat we de naam wisten, hè, dat was heel gemakkelijk. Normaal tref je deze Draconculus vulgaris alleen aan in Spanje en Portugal. En ook in Brazilië. Maar 3 dagen per jaar, dus ook hier in Schelle, bij Annie en Dirk. Het is wel chic, hè, dat hij hier staat. Het is iets speciaals. Wow, het is leuk van ze in de tuin te hebben. Een stinkende piemelbloem en jullie zijn er nog 4 op ook. Ja, absoluut. Dat is absoluut.